got a million ways to live. Yeah. A million ways to die. A million ways to tell you about the things that I've tried to try. Yeah. I got a million ways to live, a million ways to die, a million ways to tell you about the things that I've tried, it ain't a lie. I always keep my eyes on the prize, even when my luck is hard and I still live my life with pride. Shout out to my dad. A million ways, Leroy Green. Yes, man. Nou, ik had hem als proef genomen. Ik denk dat hij de proef heeft doorstaan. Ja, vader heeft smaak. Ja, zo simpel is het. We zijn bijna bij het journaal van 9 uur. Dus helaas geen Leroy Green meer dit uur. Ook geen White Dogs meer dit uur. Maar dat gaan we volgend uur gewoon allemaal goed maken. Tot het nieuws van 9 uur gaan we nog eventjes luisteren naar MC Light Cappuccino. Uit je achtertuin. Dit is 6FM met het nieuws. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Italië is de kapitein van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia veroordeeld tot 16 jaar cel. Francesco Schettino is schuldig bevonden aan doodslag, het veroorzaken van een schipbreuk en het voortijdig verlaten van zijn schip. Het Openbaar Ministerie had 26 jaar cel geëist. Bij de ramp voor de kust van Toscane kwamen ruim 3 jaar geleden 32 mensen om het leven. Schettino zei destijds dat hij was afgeleid toen het schip op de rotsen liep van het eilandje Giglio in de Middellandse Zee. In het kanaal is opnieuw een lichaam gevonden van een opvarende van de Urker Kotter die daar eind vorige maand omsloeg en zonk. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. De gemeente Urk zegt dat het lichaam zo snel mogelijk voor identificatie wordt overgedragen aan de Nederlandse politie. Duikers van de marine doorzoeken de kotter nog in de hoop de vierde en laatste vermiste visser te vinden. 16 bewoners van de Moldermanstraat in Rotterdam verhuizen permanent naar een andere woning. Ze krijgen ook een verhuisvergoeding. Zo heeft een woordvoerster van woningcorporatie Havensteden gezegd tegen RTV Rijnmond. Door een explosie in de Moldermanstraat raakten begin deze maand tientallen appartementen beschadigd. Maandag werd een 67-jarige man uit de straat aangehouden in het ziekenhuis en wordt ervan verdacht de explosie te hebben veroorzaakt. Vanwege de vele liquidaties in Amsterdam krijgt de recherche in de hoofdstad hulp van teams uit andere politieregio's. De liquidaties van de laatste tijd kosten zoveel tijd dat andere zaken blijven liggen, zegt de politie. In Amsterdam-Zuidoost werd vannacht een man doodgeschoten. Dat was de vierde liquidatie dit jaar. Het weer vooral in het Zuidoosten opklaringen en die breiden zich langzaam uit. Bij opklaringen vriest het vannacht licht. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan blijft het droog. Dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Een nieuw uur radio voor Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Dit is jouw muziek.